We gaan een weekje naar Venetië, Jet en ik. Als ik ergens naartoe ben, is dan een weekje vakantie. Heerlijk naar Venetië. Kom je, Jet? Ja, kalm aan. Hè? Lentamente, per favore. Ja. Zo. Even heerlijk, de deur, hè? Slot. Zo heerlijk, Venetië. Wat? Gek idee, hè, zus? Wat, Jet? Nou, dat we morgen aan de Ponte Vecchio zitten, achter een cappuccino con ciommo. Ja, maar dat is in Florence, hoor, Jet. Je bedoelt de Rialto-brug, hè? No. De Rialto-brug. Daar gaan we. Ja. Dag, huis. Ja, nou, daar gaan we. Heb jij de paspoorten, zus? Nee, ik heb de tickets. En jij zou de paspoorten meenemen, hè? Die had je nog zo netjes klaargelegd op de vleugel, Jet. Oh ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Pak maar even de paspoorten. Rustig aan. We hebben alle tijd en dergelijke. Is misschien wel handig, hè, dat we de paspoorten bij ons hebben. Ja. Ik zie wel verschrikkelijk op tegen de gondels. Want dan vraagt Jet altijd aan de gondelier of die een stukje wil zingen voor de. En dat doen die kerels voor een paar duizend lieren. En dan gaat ze zo zitten met haar hand zo wapperend in het water. En dan kan ik er wel schieten, hè? Maar ze wordt gelukkig vrij snel dronken s'avonds. Dus dan help ik er in bed. En dan kan ik nog even alleen door Venetië struinen. Hè? Zo, heb je de paspoorten? De paspoorten. En zo. Nou, goed, daar gaan we, hè? Even de deur op slot. En de deur op slot. Ja, heb je de radio aan laten staan, Jet? Heb je de radio aan laten staan? Nee hoor, ik heb alles uitgedraaid. Zo, nee, we zouden toch, Jet, luister nou, we zouden toch de radio aan laten staan, hè? Om het huis een bewoonde indruk te laten maken, weet je wel? Oh ja, dat is waar. Nou, ja. Geef me hier de sleutel, ga even de radio aan. Goed, doe jij dat even. Ja. En het raampje is nog open, kijk eens, Jet. Het raampje is nog open, ja. Wat een gedoe en dergelijke, hè, voordat je weg bent. Maar ja, als ik dan eenmaal mijn blote kakkies kan laten bungelen in de Trevifontein, oh, dan valt alles van je af, hè. Ja, dat is dat mediterrane in mijn karakter, hè. Dat dolce far niente. Ja, dat mist Koosje. Jammer. Ze kan ook helemaal niet flirten. En dat moet je wel kunnen, hoor, in Italië. Flirten, hè. Ik heb hem op bij Hilversum 3 gezet. Goed, hè. Maar van Dender lekker 24 uur door. Ja, nee, dat hoor ik. Dat is toch veel te hard, zus? Nee, dat is juist goed. Het maakt een bewoonde indruk. Nou ja, maar wij zijn toch niet van die Hilversum 3-types? Ja, toch maar dat weten die inbrekers toch niet, Jet? Die denken toch dat we een hip nichtje hebben te logeren of zo? Goed, ga jij dan maar de radio zakken. Veel te hard. Dat is goed, Jet. Veel te hard. Wat gaat ze zo cultureel doen, terwijl ze echt van niets weet, hè? Er hangt bijvoorbeeld in het hotel zo'n kitschilderijtje, hè? En als het ieder jaar van, oh, Fra Diavolo, wat prachtig. En ze bedoelt Michelangelo, hè? En ze heeft geen bril op in Italië, uit ijdelheid. Dus alles, de gekste affiches, dat is, oh, Da Vinci en dergelijke, hè? Daar word je wel eens gek van, maar goed, je bent er even uit, hè? Ja, nou hoor ik dus niks meer, hoor, Jet. Ik hoor geen radio nu, hoor. Een inbreker, die gaat altijd eerst aan de deur luisteren. Nou, goed, we zijn de sleutels, ik hou de sleutels bij me. Ik hou de sleutels bij me, beide sleutels, dat we die niet kwijtraken in ieder geval. Die heb ik je toch al gegeven? Jet, je gaat me toch niet vertellen dat je de sleutels binnen hebt laten liggen en de deur hebt dichtgekwakt, hè? De sleutel ligt naast de radio, zus. Ja, nou, dan moeten we de ladder uit de schuur halen en door het geheime zolderraam weer terug naar binnen. Uit de schuur? Maar de schuur die hebben we al afgesloten. Die zit aan de bos, die sleutel. Oh, nou, dan haal ik even de sleutel bij de buren, want dan weet ik ook niet hoe we anders weer naar binnen. Maar we hebben toch geen tijd, zus? We moeten om 11:30 inchecken. Ja, morgen. 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 Ja, kijk, morgen checken we in, hè. Maar ik wou vandaag even een generale repetitie houden. Begrijp je, Jet? Het is wel nodig, hè? Oho! Daarom, ik ben zo terug. Wat ben jij een salo? Nee, dat is fout. Dat is Frans, Jet. Dan moet je stronzo zeggen, hè? Stronzo! Stronzo! Ja, onthoud het nou. Stronzo. Stronzo! Ik ben zo terug. Per favor! Oh, nou, ik heb er al helemaal geen zin in. Ik heb er al helemaal geen zin in. Het heeft er alle schijn van dat onze nationale culturele instellingen zich niets aantrekken van enige persoonsgebondenheid. Zolang de intellectueel zijn contributie maar betaalt, is er voor hen geen vuiltje aan de lucht.